en welkom terug. Zometeen horen we of we Jeroen kwijtraken aan Mexico. Maar eerst Fleur en Julian. Ze gaan morgen trouwen in Amsterdam. En dat kan gewoon in Nederland, maar in heel veel andere landen kan dat niet. Hannelore, jij hebt de feiten. Ja, Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld dat de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht bij wet heeft toegestaan. In de volksmond wordt dit het homohuwelijk genoemd. Oud-burgemeester van Amsterdam Job Cohen sloot het eerste huwelijk in de Stopera in Amsterdam. Het eerste half jaar nadat het homohuwelijk in Nederland was toegestaan, trouwden er 2000 stellen van gelijk geslacht. Vorig jaar trouwden er in Nederland 65.249 stellen, 665 huwelijken tussen twee mannen en 771 tussen twee vrouwen. De laatste twee landen die dit jaar het homohuwelijk toestaan zijn Malta en Duitsland. Op 1 oktober trouwden als eerste Bodo en Karel in Berlijn. Een huwelijk tussen het gelijke geslacht is op dit moment in 24 van de 194 landen geaccepteerd. Precies, in 24 landen geaccepteerd. Dus jullie gaan gewoon in die 24 landen trouwen. Vertel eens, waarom? Wij werken al 7 jaar samen als kunstenaarskoppel. Ja. En wat wij eigenlijk doen in ons werk, is wij werken rond gay identiteit. Dus de dingen die ons bezighouden. Dit was een van de zaken, waarom maar trouwen in 24 landen. Dus we dachten, we gaan daar een werk rond maken. We gaan dat gewoon doen. Ja. Dat beslis je natuurlijk ook niet met je volle verstand. Zie je dan achteraf. Ja. Maar we zijn begonnen. We zijn verleden week begonnen in New York. En morgen de tweede. Ja, dus in New York zijn jullie al getrouwd. Ja. Van harte. Ja. Daarvoor waren jullie ook al in België getrouwd. Ja, wij zijn in 2012 zijn we getrouwd in Antwerpen. Ja, ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je wel. Morgen gaan jullie in Amsterdam morgen trouwen. In Amsterdam. Ja. Is het ook echt een duidelijk statement wat jullie hiermee willen maken? Goh, een statement is eigenlijk een beetje een bijproduct. Het gaat voornamelijk om te laten zien van kijk, wij vragen ons af waarom kun je maar in 24 landen trouwen? En waarom duurt het zo lang voordat de rest van de wereld oppakt? En ja, daarmee maak je uiteraard een statement, maar het is niet het activistisch punt. Nee, we zijn niet activistisch. Maar het is natuurlijk wel heel fijn dat mensen, blijkbaar weten heel weinig mensen er ook van, dat er maar 24 landen zijn. Dus het is natuurlijk ook wel heel fijn dat je dan ook een punt kunt maken. Precies. Ja, en een positief punt. In plaats van te zeuren over de 170 waar het niet mag, willen we eigenlijk de 24 vieren waar het wel mag. Ja, en dat, het is positief, maar het is ook kunstzinnig, want het is natuurlijk een kunstproject. Ja. 22 The project. Ja. Maar jullie gaan in 24 landen trouwen. Ja. Zoals je net zei, er zijn er twee bijgekomen afgelopen zomer. Ja. Toen wij begonnen met de preproductie waren het er 22. Dus we hebben het genoemd 22. En nu zijn Duitsland en Malta erbij gekomen. Dus eigenlijk gedurende het project, de landen die erbij komen, pakken we erbij. Ja. Dus in de tijd dat we gaan reizen, dat gaat ongeveer 18 maanden tot 2 jaar duren als er landen bij komen. Australië staat bijvoorbeeld bijna op het punt. Ja, dan kunnen jullie die ook nog mee pakken. Dan nemen we dat ook mee. Ja, wat mooi. Wat gebeurt er nog meer behalve dan dat jullie trouwen? Want het is een kunstproject. Ja. Dus we gaan dus 24 keer trouwen. Ja. Alles wordt opgenomen, wordt gefilmd. Het is de bedoeling op het einde van het traject dat we dus een tentoonstelling maken. Met alle video's van alle ceremonies, de foto's, alles wat we doen ondertussen. Ja. Hopelijk reist die tentoonstelling dan ook naar de landen waar we niet geweest zijn. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Er komt een boek met alle verhalen die we ondertussen tegenkomen over het homohuwelijk. En een documentaire over al onze avonturen onderweg. Fantastisch. Het is ook een mooi. Om dat dan ook voor later nog te hebben. Ja, voor jullie zelf natuurlijk. De kleinkinderen. Ja, voor alles en iedereen, maar ook zeker voor jullie natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan even praktisch. Want normaal gesproken, als mensen gaan trouwen, dan kost dat heel veel geld, heel veel tijd. Het is heel veel georganiseerd. Hoe gaan jullie dit allemaal bekostigen om er nu in dit geval dan even 24 keer te trouwen? Ja, niet eigenlijk. We hebben alles opgezegd voor dit project. Dus we hebben geen huis meer, we hebben geen bezittingen meer. We reizen met één koffer allebei. En we zoeken op dit moment naar sponsors en naar partners die met ons willen samenwerken om de documentaire te bekostigen. Ja. En uiteraard verblijf en vliegtuigticket. Ja, ja. Want we hebben zelf budget voor, ik denk, 4 of 5 huwelijken. En dan houdt het een beetje op. En trouwjurken dan bijvoorbeeld? Of kleding? Hoe doen jullie dat? We werken samen met plaatselijke designers. Nu, in Nederland hebben we ongelooflijk veel geluk. We hadden een mailtje gekregen toen we in New York waren van Leon. Dat is een merk en dat is zich momenteel aan het specialiseren
in gay wedding dresses. Ach, nee, ja. Omdat blijkbaar is het heel moeilijk, en dat is ook zo, ik had er niet over nagedacht, om eigenlijk twee vrouwen of twee mannen op elkaar af te stemmen. Dus zij hebben dat genomen om zich daarin te specialiseren. En die hebben voorgesteld, zullen wij jullie outfit maken? Dus die zijn nu op dit moment het afronden voor morgen. Voor morgen, voor het huwelijk in Amsterdam. Dat is schitterend. Oh, geweldig. Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar de foto's dan daarvan. Want het voelt nog meer als een echte trouw dan onze eigen trouw in 2020. Wat mooi. Ja, is dat zo? Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is veel groter. Ja. Nu is het vandaag ook een bijzondere dag, Coming Out Day. Ja. Hoe belangrijk vinden jullie dat een dag als dit er ook nog is tegenwoordig? Goh, ik denk dat het sowieso belangrijk is dat er aandacht wordt besteed aan het onderwerp. En dat jongeren, vooral kinderen, een seintje krijgen van... hey, kijk, het is oké en je mag zijn wie je bent en al die dingen. Ik weet niet of er per se een speciale dag voor moet zijn. Ik vind dat altijd een beetje een raar gegeven. Maar ik vind moederdag ook een raar gegeven. Ja, precies. Ja. Dus in die zin weet ik het niet goed. Maar ik denk dat het altijd goed is om aandacht te besteden aan zo'n onderwerp. Ja, dat is het zeker. En het bespreekbaar te maken. Ja, en tuurlijk. Inderdaad hopelijk in dit geval ook in plaats van die 24 landen... dat er nog heel veel landen bij mogen gekomen en dat jullie gewoon misschien wel heel lang met elkaar gaan blijven. Hopelijk, precies. Wij wensen jullie natuurlijk een hele fijne dag morgen. Dankjewel. Heel veel geluk met huwelijk in Amsterdam en dan alle andere huwelijken die nog gaan volgen. Veel plezier. Dankjewel. Dank je.